massief of meerlaagse parket, wat is dat juist? Wel, dat is een houten vloer opgebouwd uit meerdere lagen. Roofrijvloeren bestaan uit drie lagen. Een eikenhouten toplaag met een dikte van 3 mm wordt verlijmd op een drager van populiere hout. Nu, voor extra stabiliteit wordt onderaan nog een balancer in populier fineer voorzien. En de drager en de balancer hebben samen een totale dikte van 11 mm. Roveré is een budgetvriendelijke optie, omdat deze eikenhouten parketvloeren met een totale dikte van 14 mm net 1 mm dunner zijn dan standaard meerlaagse vloeren. Die hebben immers een toplaag van 4 mm dik. Toch is er producttechnisch geen enkel verschil tussen Roveré-vloeren en standaard meerlaagse vloeren. Ook qua comfort en levensduur doet deze parketcollectie het voortreffelijk. We krijgen regelmatig de vraag of je de eiken toplaag van Roveré-vloeren nog kan herschuren. Het antwoord is heel duidelijk ja. Als je aan een vakman vraagt om je parket opnieuw te schuren, wordt er immers maar ongeveer 0,2 tot 0,4 mm van de toplaag weggehaald. Dat betekent dat je Roveré-vloer verschillende generaties mee kan, want een vloer herschuren doe je zelden of nooit. Er bestaan tegenwoordig per slot van rekening genoeg opties om je parket te vernieuwen waar geen schuren aan te pas komt. De eiken Roveré-vloeren zijn er in verschillende afwerkingen en sorteringen naar ieder smaak. Deze Roveré bijvoorbeeld is een gerookte vloer met een klassiek sortering. Dat betekent dat het eikenhout dat voor de toplaag gebruikt werd een karaktervolle, rustieke uitstraling heeft en hier en daar mooi afgewerkte knopen vertoont. Deze vloer werd afgewerkt met een witte olie. Het resultaat is een zeer aantrekkelijk en veelzijdig parket. Nog vragen? Bij het verkooppunt in je buurt helpen ze je graag verder.